Breda Nu. Je weet het meteen. Goedemorgen ook aan de mensen die net nog binnenkwamen. We zijn met een heel mooi bondgezelschap. Welkom hier bij de gemeente Breda. Wat gaat er vandaag gebeuren? Vandaag gaan we een fototentoonstelling openen hier op het Chasséveld. Er worden 7 billboards onthuld met foto's erop. En er zitten ook een aantal lokale taalambassadeurs bij. Waaronder ook wethouder Mirjam Haag. Waarvoor worden de foto's opgehangen? Die foto's worden opgehangen omdat die mensen heel graag iets willen vertellen aan alle bewoners van Breda, maar ook voor de hele regio. Hoe het is om laaggeletterd te zijn en ook wat ze als les willen meegeven aan mensen. Bijvoorbeeld dat het heel belangrijk is om de kansen te nemen op school. Omdat je daar, als je dat niet doet, dat je daar later heel veel problemen van kan ondervinden. En deze mensen willen graag hun levenservaring daarin delen. En we hopen daarmee ook dat mensen gaan nadenken. Want 1 op de 9 mensen, ook in Breda, is laaggeletterd. Dat betekent dat je dan niet voldoende kunt lezen en schrijven. En op de computer aan de slag kunt om goed te leven. Dat je daar last van hebt als je bijvoorbeeld medicijnen inneemt en niet goed begrijpt hoe dat moet. Of dat je niet goed een nieuwe baan kunt vinden of niet gelukkig bent in je baan. En de mensen die hebben dat zelf ervaren en die willen dat heel graag delen. Hoe andere mensen daar die fouten eigenlijk niet hoeven te maken. En hoe zijn jullie op het idee gekomen? Nou, het idee gekomen voor de fototentoonstelling is eigenlijk omdat ik werk bij de Stichting Lees en Schrijven en ik kan dat 100 keer vertellen, maar het allerbeste is als mensen dat vertellen vanuit hun eigen ervaring. En als je dat zo neerzet in de stad op een plek waar heel veel mensen langskomen, dan kan iedereen dat op zijn eigen moment, op zijn eigen gemak is gaan lezen en nadenken over wat het voor die persoon betekent. Want het gaat ook over je buurvrouw, het gaat over je zus, het gaat over je collega's. En dan geven mensen ook de rust en de kans om het te lezen, mensen die we anders misschien niet bereiken.